Ja, daar zijn we dan eindelijk. 2 dagen marathonetappe. 2 dagen de auto niet geserviced. Ik heb het allemaal zelf moeten doen. Zoals jullie hier zien achter mij, ik mis een paar onderdelen. Ik mis een totale zijfender. Maar Toyota heeft het erg goed gedaan. We hadden een klein probleempje met de ruitenwissers de eerste dag van de marathonetappe. Dat kostte ons 18 tot 20 minuten. De tweede dag dus vandaag erg goed gegaan. Behoorlijk gepusht om Carlos Sainz en Nasser bij te blijven. Carlos Sainz hebben we verslagen vandaag op de proef. Nasser waren we 3 minuutjes langzamer dan Nasser. Maar goed, heel tevreden. We zijn 4e overal nu en op naar morgen. Morgen is de proef gecanceld. Dus we hebben morgen een extra rustdagje. Ook wel even goed voor de auto. De Toyota die heeft het wel erg goed gedaan, maar heeft nu echt wel een 100.000 kilometer beurt nodig. Want hij ziet er behoorlijk gehamerd uit. En ik ook een beetje. Ik heb ook een scheermomentje nodig en een wasmomentje. Maar voor de rest, we zijn lekker bezig en we zijn heel tevreden. De Hilux doet het goed, Michel Perrin doet het goed. Dus ik hou jullie op de hoogte.